Dit is de pastoor van Hooidonklaan in Lage Zwaluwe. En in deze eerste zaak van Bureau Brabant gaan we op zoek naar de daders van een gewapende overval op deze vestiging van Jumbo. Met een mes en een stroomstootwapen kwamen die daders de zaak binnen en bedreigden daar de medewerkers. Dit zijn die beelden, gemaakt op zaterdagavond 21 oktober vorig jaar. Kort voor de overval registreren de camera's al het nodige aan verdachte zaken. Nou, let op de twee mannen die hier wat rondscharrelen, alsof ze wachten op het juiste moment. En dat is nu. Ze bellen aan met de taser en een enorm mes in de aanslag. Zodra de deuren opengaan, gaat het mis. De medewerker wordt meteen tegen de muur geduwd. En dan zien we ook dat de overvallers goed voorbereid zijn. Vliegersvlug komen de tie rips tevoorschijn. En dan wordt duidelijk wat ze willen. Geld uit de kluis. Maar die gaat niet zomaar open. Ook niet door te dreigen met de taser of met dat grote mes. Dat gaat gewoon niet. Dat lijken de daders zich ook ineens te beseffen. Dan gooien ze de telefoon van het slachtoffer kapot en weg zijn ze. En u kunt ons helpen deze overvallers te vinden. Krijgt u een vermoeden bij het zien van deze bewakingsbeelden? Laat het ons dan weten. En wat herkenning natuurlijk dichterbij kan brengen zijn de signalementen van de overvallers. De eerste overvaller is donker getint, een jaar of 20. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en heeft bruine ogen. Hij droeg die dag een zwarte jas tot op de heup, een blauwe trainingsbroek en zwarte Nike Air Max schoenen. Hij sprak goed Nederlands. Van de tweede dader weten we dat hij ook donker getint is, dezelfde leeftijd en lengte heeft, een lichte jas en Adidas broek droeg en ook dat hij goed Nederlands spreekt. Hoe en waarmee die daders na de overval zijn gevlucht, dat is nog niet duidelijk. We zien wel op de beelden dat ze die kant op zijn gevlucht. Nou, natuurlijk willen we daar nog veel meer over weten. Dus als u zich iets herinnert van die zaterdagavond 21 oktober, heeft u misschien die vluchtende daders nog gezien? Neem dan contact met ons op. Nou, kijk nog eens naar de beelden van de overval. Herkent u de overvallers? Heeft u een vermoeden wie het kunnen zijn of waar de politie ze kan vinden? Dan kunt u helpen deze zaak op te lossen. Pak de telefoon en bel nu 0800 60 70. Ook zonder uw naam te zeggen kunt u natuurlijk iets doorgeven. Daarvoor is de M-lijn van Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.